Hallo, welkom bij deze CATWAM webinar. Tijdens de webinar kunt u vragen stellen en reageren op wat u ziet. Dit kan middels het chatscherm. Mocht u zich later hebben aangemeld, dan ontvangen wij graag nog uw gegevens. Met SolidWorks heeft u een krachtig CAD-pakket in huis om u te helpen met het ontwikkelen van uw diensten en of producten. Door in een visuele 3D-omgeving te werken, krijgt u meer inzicht in uw ontwerpen en veel meer controle over uw ontwerpprocessen. SolidWorks helpt u hierin om betere ontwerpbeslissingen te maken, eerder in uw ontwerpstadia. Het testen van een 3D SolidWorks model levert veel inzicht op in het ontwerp. Testen op onder andere vermoeiing, thermische geleiding, frequentieberekeningen en het optimaliseren van modellen behoort tot de mogelijkheden. Ontwikkelen spuitgietproducten opdat kostbare wijzigingen aan bedrijven kunnen worden voorkomen en test op eenvoudige wijze lucht- of vloeistofdoorstromingen in uw ontwerpen. Een heldere communicatie tussen de elektro-engineers en de tekenkamer is cruciaal voor bedrijven. Het voorkomen van fouten en het inzichtelijk maken van bedrading en aansluitschema's biedt veel voordelen in een ontwerptraject. Processen lopen parallel aan elkaar en kennen een onderlinge koppeling. Met een heldere werkstructuur en een directe koppeling naar 3D-modellen kunnen ontwerpen sneller worden gerealiseerd. Databeheer is het fundament van een georganiseerde tekenkamer. De juiste info bij de juiste personen is cruciaal voor een gestroomlijnd proces. Revisiebeheer, het koppelen van ERP-pakketten, workflows en onderlinge samenwerking aan projecten zijn belangrijke aspecten bij EPDM. Het genereren van effectieve en efficiëntere communicatiemateriaal is nu makkelijker dan ooit. Met SolidWorks Composer kunt u vanuit het 3D SolidWorks model eenvoudig een exploded view of interactieve animaties genereren. Dit alles zonder uitgebreide CAD-ervaring. Tijdens de webinar kunt u vragen stellen en reageren op wat u ziet. Dit kan middels het chatscherm. Mocht u zich later hebben aangemeld, dan ontvangen wij graag nog uw gegevens. Met DriveWorks kunt u verschillende configuraties op basis van vastgestelde variabelen genereren. Het automatiseren van repeterend ontwerpwerk met daarin enkele variaties kan door middel van DriveWorks worden versneld en vereenvoudigd. Tevens kunt u een omgeving creëren op het web waar uw klanten zelf hun modellen kunnen samenstellen. CATWAM levert ook 3D-printers van het merk Stratasys. Met de 3D-printers kunt u uw 3D SolidWorks modellen omzetten naar een fysieke vorm. Het ontwerpen van prototypes, testversies kan hiermee eenvoudiger en tegen lagere kosten worden gerealiseerd. De volledige integratie van SolidCAM in de bestaande 3D SolidWorks omgeving biedt veel voordelen. De onderlinge koppeling is zo sterk dat bij wijzigingen in geometrie deze worden overgenomen in de reeds bestaande freesbanen. Met iMachining is het mogelijk om 50 tot zelfs 70% tijdswinst te halen ten opzichte van reguliere freesstrategieën. Tijdens de webinar kunt u vragen stellen en reageren op wat u ziet. Dit kan middels het chatscherm. Mocht u zich later hebben aangemeld, dan ontvangen wij graag nog uw gegevens. Succesvol ontwerpen doe je met een team. CATWAM slaat met u de brug van idee naar product.
Welkom bij deze KatteWem webinar. KatteWem is uw partner in automatiseringssoftware en samen met u slaan wij de brug van idee naar product. Vandaag wil ik het met u hebben over SOLIDWORKS Flow Simulation. SOLIDWORKS Flow Simulation is de software van SOLIDWORKS om uw stromingen op een eenvoudige manier te kunnen testen. Dit ga ik doen aan de hand van een tweetal voorbeelden. Het eerste voorbeeld betreft een uitlaatsysteem, waarbij door de grijze leiding uitlaatgas stroomt en door de gele leiding lucht. En het gaat ons erom dat we een zo optimale vermenging krijgen van deze twee gassen aan het uiteinde van de uitlaat. Ik heb daarvoor drie varianten bedacht. Een verkorte buis, een verlengde buis en een gekromde buis. De bedoeling is dat we gaan kijken met behulp van SOLIDWORKS Flow Simulation welke van deze drie varianten de beste vermenging opleveren. Tweede voorbeeld betreft een computerbehuizing. Hierbij ga ik meer kijken naar de thermische aspecten van SOLIDWORKS Flow Simulation. Ook hier weer drie varianten, want we willen namelijk de koeling gaan optimaliseren binnen de behuizing. Dus ik heb ventilatoren aan de binnenzijde van de behuizing. Ik heb een variant waarbij de ventilatoren aan de buitenzijde van de behuizing worden geplaatst. En ik heb een variant waarbij de ventilatoren aan de buitenzijde zitten, plus dat de heatsink een andere vorm heeft gekregen. Dit alles dus om de koeling van de microchip te kunnen optimaliseren. Dit is de agenda. We beginnen eerst met het starten van een nieuw project. Hoe we dat doen met Flow Simulation. Vervolgens gaan we het hebben over de randvoorwaarden die gedefinieerd moeten worden. En aansluitend gaan we kijken naar natuurlijk de resultaten. Dus wat krijg ik allemaal als resultaat uit Flow Simulation. En aansluitend gaan we dan nog in op het voorbeeld over de thermische koeling. Ook daar weer de randvoorwaarden en de resultaten. Zoals ik al zei, we gaan in eerste instantie beginnen met een nieuw project en hoe dat in zijn gang gaat. Nou, SOLIDWORKS Flow Simulation werkt met behulp van een zogenaamde wizard. En die wizard die helpt mij eigenlijk om stap voor stap alle belangrijke zaken voor de studie vast te leggen. Hier zijn we dan in SOLIDWORKS. We zien ook het uitlaatsysteem. Flow Simulation is volledig geïntegreerd binnen SOLIDWORKS, dus ik kan direct binnen dit scherm aan de slag. Ik kies de wizard. En in de wizard ga ik eigenlijk een aantal stappen doorlopen. De eerste stap is het definiëren van een nieuwe projectnaam. Ook hier kan ik meteen een keuze maken uit configuraties die in SOLIDWORKS zijn aangemaakt. Vervolgens kan ik mijn eenheden definiëren. Ik kan hier ook mijn eigen eenheidsstelsel opslaan voor gebruik in de toekomst. En vervolgens krijg ik de keuze voor het analysetype. Wil ik een interne of een externe stroming berekenen? Nou, bij interne stromingen moet u denken aan gevallen zoals nu, hè, in een leiding of in een pomp of in een klep. Externe stromingen, dat zijn dus de stromingen buitenom een product, zoals bijvoorbeeld de spoiler van een auto of de vleugel van een vliegtuig. Andere zaken die ik hier vast kan leggen is bijvoorbeeld warmteoverdracht in mijn solid modellen of bijvoorbeeld een tijdsafhankelijke studie. Vervolgens krijg ik de definities van de vloeistoffen of gassen die ik wil toepassen. Nou, SOLIDWORKS Flow Simulation bevat al reeds een uitgebreide bibliotheek met vloeistoffen en gassen. Zo kies ik daar nu lucht uit. Maar ik kan ook zelf mijn eigen gassen of vloeistoffen definiëren. Zo kies ik nu uitlaatgas uit mijn eigen bibliotheek. Hier nog wat condities over ruwheden van wanden of bijvoorbeeld de warmteoverdracht bij wanden. Hier hebben we nog wat initiële settings. Hier hebben we ook bijvoorbeeld de concentraties die hij initieel gaat toepassen van lucht en uitlaatgas. En vervolgens hebben we nog de instellingen voor de verfijning van de berekening. Dus hoe fijner ik reken, des te langer de rekentijd ook uiteraard. Dus we hebben kunnen zien dat ik een nieuw project heb gestart met de wizard. Nou, het belangrijkste punt even wat betreft deze wizard is dat hij makkelijk en intuïtief in gebruik is. Ik heb een snelle manier om mijn basis direct vast te leggen. Plus dat ik ook geen belangrijke randvoorwaarden kan vergeten op deze manier. Nou, heb ik die wizard afgerond, dan ga ik verder met het definiëren van de overige randvoorwaarden. Hierbij moeten we denken aan de stromingsinlaat en uitlaat. Maar bijvoorbeeld ook het definiëren van berekeningsdoelen.
randvoorwaarden, oftewel de boundary conditions, hier in de study tree te zien. Zo heb ik een ingang voor lucht. Ik laat even kort de opties zien die we hier hebben. Dus ik selecteer eigenlijk simpelweg een vlak in mijn 3D-model. Daar gaat in dit geval lucht naar binnen stromen. Ik kan een mass flow definiëren, in dit geval van 0,05 kg per seconde. En ik heb hier ook direct de mogelijkheid om mijn concentraties aan te geven. Zo heb ik hier nu aangegeven dat ik 100% lucht wil en 0% uitlaatgas. Bij de andere ingang is dat natuurlijk precies andersom. Want daar hebben we dus een concentratie van 100% uitlaatgas en 0% lucht. En in dit geval gebruiken we hier een ingang of een inlaat van 0,009 kg per seconde. Ook weer een mass flow dus. Aan de uitgang hebben we simpelweg een omgevingsdruk gedefinieerd. Dus daar heerst nu een druk van 1 atmosfeer. Daaronder heb ik nog een lijstje met goals. Dat zijn mijn rekendoelen. Belangrijkste reden voor het definiëren van rekendoelen is de berekeningstijd. Door het definiëren van doelen gaat SOLIDWORKS Flow Simulation zich met name alleen maar richten op die doelen. En zijn die helemaal goed uitgerekend, dan stopt de analyse. Plus dat ik ook meteen een duidelijk overzicht heb van belangrijke punten waar ik geïnteresseerd in ben. Dus ook bij de randvoorwaarden hebben we kunnen zien het belang van de integratie met SOLIDWORKS. Want ik kan dus direct op basis van vlakken van mijn 3D-model de input genereren. Ook de interface is makkelijk in gebruik. Is in feite ook gelijk aan de interface van SOLIDWORKS. En dat maakt ook de overstap naar Flow Simulation een stuk makkelijker. En tenslotte nog de goals die ik heb gedefinieerd. Dat alles dus om ook de rekentijd wat korter te kunnen maken. Nou, heb ik mijn project opgezet en heb ik mijn randvoorwaarden gedefinieerd, dan kan ik uiteindelijk de berekening starten. En is die berekening doorlopen, dan gaan we natuurlijk kijken naar de resultaten. Nou, bij de resultaten wil ik nu even laten zien wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Dus dat ik een doorsnede kan maken, dat ik bijvoorbeeld de stromingslijnen weer kan geven. En ik wil ook even ingaan op een compare functionaliteit. En dat wil zeggen dat ik de verschillende varianten op een hele snelle manier naast elkaar kan leggen, zodat ik daar de beste uit kan pakken. Ten eerste dus de resultaten. Zoals ik al aangaf, ik kan een doorsnedeplot creëren. En die doorsnedeplot is ook direct dynamisch te manipuleren. Dus ik kan die heel makkelijk oppakken en door mijn product heen slepen. Plus dat de stromingslijnen die we erin zien ook heel handig kunnen zijn. Want op het moment dat ik ga inzoomen, worden die lijnen ook direct geüpdate. En zo kan ik heel gedetailleerd kijken naar specifieke turbulenties bijvoorbeeld. In dit geval zien we trouwens een weergave van de stromingssnelheid in de doorsnedeplot. Een andere optie die we hebben is het definiëren van een isosurface. En een isosurface helpt ons bij het inzichtelijk maken van overgangen van verschillende concentraties. Zoals nu te zien is wanneer ik de slider versleep. Een andere optie die we hebben is de surface plot. De surface plot definieer ik op wanden of op vlakken van mijn 3D-model. En in dit geval hebben we dus een weergave van de concentratie van het uitlaatgas. Dus rood wil zeggen 100% uitlaatgas, blauw is 0%. En zo kan ik dus ook gedurende de stroming heel duidelijk zien hoe de concentratie zich ontwikkelt. En als laatste natuurlijk een hele herkenbare is het definiëren van de flow trajectories, dus de stromingslijnen. Hierbij heb ik de stromingslijnen vanuit twee punten gedefinieerd, dus vanuit de luchtzijde en vanuit de uitlaatgaszijde. En ik kan bijvoorbeeld ook puur de uitlaatgaszijde animeren, door simpelweg op play te klikken. En op deze manier kan ik ook voor presentaties heel inzichtelijk maken hoe mijn stroming zich ontwikkelt in mijn product.
We zien ook dat hier in dit geval het uitlaatgas duidelijk naar beneden wordt gedrukt door al de reeds bestaande luchtstroom. Zoals ik al aangaf, wilde ik ook gaan kijken naar de compare-functie, dus om verschillende varianten naast elkaar te kunnen zetten. Nog even herhaling voor de varianten die ik had. Dus in dit geval zit hier een verkorte leiding in voor het uitlaatgas. Ik heb een variant waarbij die leiding wat verlengd is. Ik heb een variant waarbij de leiding een bocht bevat. Nou, ga ik even wat dingen instellen voor het vergelijk. Ten eerste ga ik een afbeelding genereren waar ik makkelijk mee kan vergelijken. Dus ik definieer hier een surface plot op de uitgang. En ik zorg even dat ik daarop inzoom. En we zien dus ook duidelijk in deze afbeelding dat het uitlaatgas zich duidelijk hier concentreert in deze hoek. Vervolgens kan ik de compare-functie gaan toepassen. Bij die compare-functie geef ik aan wat ik wil vergelijken. Dus bijvoorbeeld het huidige scherm wil ik gebruiken voor het vergelijk en de goalplot. Dus dat ik bijvoorbeeld de concentratiegetallen even netjes naast elkaar kan zetten. En vervolgens geef ik hier aan welke configuraties ik met elkaar wil vergelijken. Dus dat zijn ze in dit geval allemaal. En door vervolgens op de compare-knop te klikken, gaat SolidWorks Flow Simulation voor mij al die informatie verzamelen van al die verschillende configuraties. En hij gaat dat voor mij ook netjes op een rij zetten, zodat ik dat zelf duidelijk kan gaan analyseren en daaruit vervolgens de beste optie kan gaan kiezen. Nou, dat heeft hij nu gedaan. Hieronder in beeld zien we al precies wat ik bedoel, namelijk de verschillende varianten worden duidelijk naast elkaar gezet met het huidige plaatje. En met dubbelklik kan ik deze vergroten. Dit is dus de variant met de verkorte leiding, waarbij we dus de concentratie hier in deze hoek hadden zitten. Dit is de variant waarbij dat leidingje iets meer verlengd was. Hier zien we al een veel minder hoge concentratie dan bij de vorige variant. We zien ook een betere verdeling. En tenslotte hebben we de variant waarbij het gebogen leidingstuk wordt toegepast. En dan zien we eigenlijk dat de concentratie zich opeens weer op een ander gebied gaat richten in de uitlaat. Op basis van deze plaatjes kan ik dus eigenlijk al bijna de conclusie trekken dat mijn tweede variant, dus met de verlengde leiding, de beste optie zal zijn. Maar om het nog zeker van te zijn, heb ik dus ook de goalplot hier, met hier de getallen met de gemiddelde concentraties van het uitlaatgas aan het uiteinde. En dan zien we dus ook dat de middelste variant, dus die met de verlengde leiding, dat die het beste resultaat oplevert. Dus samengevat kunnen we flink wat doen met die resultaten. Ik heb laten zien hoe je een doorsnede kan maken. Dus dat je een heel duidelijk beeld van je stromingen kunt genereren. Ik heb laten zien hoe je met stromingslijnen bijvoorbeeld ook animaties kan verzorgen. Zodat je ook voor presentaties heel duidelijk kan maken hoe de stroming zich ontwikkelt in een product. En als laatste de compare functionaliteit. Dat vind ik zelf een hele sterke functionaliteit. Want ik kan dus op een hele makkelijke en snelle manier de verschillende ontwerpen naast elkaar zetten en daar de beste uit kiezen. Dan het volgende model, de elektronische behuizing. Hierbij gingen we kijken naar met name de thermische koeling. Even een aantal aspecten van thermische analyse binnen Flow Simulation. Dus het is met name bedoeld om bijvoorbeeld ook mijn producten te kunnen beschermen tegen oververhitting. Wordt veel al toegepast natuurlijk ook in elektronische situaties. Ik kan warmteoverdracht analyseren door middel van geleiding, convectie en straling. Dus ik heb eigenlijk alle mogelijkheden hier. En dat kan zowel door vaste stoffen als vloeistoffen als gassen. Dus ik kan echt een compleet beeld genereren van hoe een thermische overdracht plaatsvindt in mijn complete model. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan warmtewisselaren. Die kan ik op deze manier dus ook perfect analyseren. Goed, in eerste instantie wil ik me even richten op de randvoorwaarden bij deze studie. Daarna ga ik dan nog even in op de resultaten.
pakken we natuurlijk even het andere model erbij. Daar is die. Nog even kort herhaling van de verschillende varianten die we hadden. Dus ik had een variant waarbij de ventilatoren aan de binnenzijde van de behuizing zaten. Ik heb een variant waarbij de ventilatoren aan de buitenzijde van de computerbehuizing zijn geplaatst. En ik heb als laatste een variant waarbij de ventilatoren nog steeds aan de buitenzijde van de behuizing zijn geplaatst. Maar waarbij we een andere vorm van de heatsink hebben toegepast. Dus nu is dat nog met rechte lamellen. En als laatste hebben we dan een variant met puntjes. Goed, even terug naar onze initiële vorm. Dus ook met de initiële vorm van de heatsink. En ook het toepassen van de ventilatoren aan de binnenzijde. Nou, wat is er verder allemaal gedefinieerd in de studie? Nou, de materialen van de solid delen ook in dit geval. Omdat ik in dit geval ook de temperatuuroverdracht van solid materiaal naar vloeistof of gas meeneem. We hebben een aantal openingen gedefinieerd. Dat zien we hier ook duidelijk met overal de omgevingsdruk. En ik heb bij de fennen heb ik dus de fans gedefinieerd. En de fan wordt ook weer gedefinieerd aan de hand van een fanbibliotheek. En in die fanbibliotheek zijn alle fans gedefinieerd met hun fankarakteristieken. Verder heb ik ook een aantal perforated plates gedefinieerd. Dus we zien bijvoorbeeld hier die sleuven aan de bovenzijde. Dat zijn nu gewoon hele openingen. Maar in feite via een bibliotheek kan ik definiëren dat dat wordt opgebouwd vanuit gaatjes. Dus in dit geval met specifieke diameters of specifieke breedtes. Ook dit alles is weer in een bibliotheek vast te leggen, zodat ik dat altijd weer kan hergebruiken in de toekomst. En natuurlijk een heel belangrijk aspect in dit verhaal is het definiëren van de warmtebronnen. Dus ik kan bijvoorbeeld warmtebronnen definiëren door vermogens te definiëren. In dit geval hier aan deze componenten 2 watt vermogen. Maar ik kan ook temperaturen definiëren. Zo hebben we hier bijvoorbeeld een temperatuur gedefinieerd van 40 graden Celsius. Zo kan ik dat voor allerlei objecten doen in mijn SOLIDWORKS 3D model. Andere zaken die we nog hebben is bijvoorbeeld ook weerstanden, weerstandscomponenten of bijvoorbeeld het definiëren van printplaten. Ook hier weer de goals. Dus ik heb weer doelen gedefinieerd en die richten zich met name nu op de temperaturen van verschillende onderdelen in deze computerbehuizing. Zodat ik ook straks in de eindanalyse precies kan zien hoe warm specifieke producten worden. Dus even samengevat nog wat betreft de randvoorwaarden. Dus we hebben ook in SOLIDWORKS Flow Simulation een uitgebreide database met materialen voor warmteoverdracht in de solids. We hebben een bibliotheek met fans, met hun fankarakteristieken. En bijvoorbeeld ook thermische contactweerstanden zijn daarin opgenomen. En tenslotte weer, natuurlijk, dat blijft het voordeel, hè? De integratie in SOLIDWORKS, dus dat ik de warmtebronnen direct kan definiëren op mijn SOLIDWORKS 3D-model. Nou, vervolgens gaan we ons dan even richten op de resultaten. In dit geval met name dus ook met oog op temperatuur. Dat gaan we nu bekijken. Dus in eerste instantie eventjes de resultaten voor de basisuitvoering die we nu hebben. Begin ik weer even met een doorsnedeplot. In dit geval dus de doorsnede met daarin een weergave van de temperaturen. Ook hier weer het feit dat ik de doorsnedeplot makkelijk kan verschuiven door het model heen. En ook hier zien we al direct de verschillende temperatuurontwikkelingen optreden natuurlijk. Een surfaceplot kan ook weer van toepassing zijn. Bijvoorbeeld hier op de heatsink van onze microchip. Voor het gemak kan ik bijvoorbeeld ook hier direct alle andere modellen verbergen, zodat ik me nu puur kan concentreren op dit onderdeel. Ook hier weer de mogelijkheid om een surface plot te genereren. Ook dit kan weer heel zinvol zijn voor het
onderzoeken van warmtegebieden in mijn samenstelling. Dus hier hebben we de lage temperatuursgebieden. En ik kan uiteindelijk die slider links in beeld ook bewegen om naar de hogere temperaturen te gaan. Dus op deze manier. Het geeft mij dus allemaal duidelijk inzicht als ontwerper. Flow trajectory, uiteraard ook weer van toepassing hier. Zeker als ik hem even animeer, kunnen we bijvoorbeeld ook heel duidelijk zien hoe de luchtstroom vanuit de ventilator eigenlijk ook meteen weer in die ventilator wordt aangezogen. Ook hier duidelijk te zien aan de onderzijde dat onderlangs die printplaat onder in beeld de stroming naar de ventilator, de fan wordt toegezogen. En dan gaan we vervolgens ons model weer even klaarmaken voor een vergelijking. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als zojuist bij het vorige voorbeeld. In dit geval maak ik een doorsnedeplot actief in het bovenaanzicht. En ik verberg eigenlijk mijn complete 3D-model. En ik ga weer naar de compare-functionaliteit. In dit geval bij de compare-functionaliteit ga ik me richten op het huidige plaatje. Dat wil ik weer gebruiken voor vergelijk. En ik kan bijvoorbeeld ook de goals meenemen voor de chips. Ik kies weer de configuraties die ik wil vergelijken. En uiteindelijk gaat de compare functionaliteit weer zijn werk doen. Dus hij gaat alle data weer verzamelen. En dan gaat het weer allemaal naast elkaar zetten. Dat heeft hij nu gedaan. Dus kan ik weer mijn plaatjes gaan analyseren. Dus hier hebben we de variant met de ventilatoren aan de binnenzijde van het product. Hier de variant met de ventilatoren aan de buitenzijde van het product. We kunnen al meteen heel goed het verschil zien. De legenda is in dit geval gelijk gehouden, dus om goed het vergelijk te kunnen uitvoeren. We zien al veel meer koelere gebieden ontstaan. En als laatste hebben we dan nog de variant waarbij de heatsink een andere vorm had. Ook hier zien we dat de temperaturen al hoger blijven in de computerbehuizing ten opzichte van de tweede variant. Zo op het oog lijkt de tweede variant het beste. Maar goed, zoals eerder gezegd kan ik ook weer mijn goals erbij betrekken. Dus kijken we bijvoorbeeld puur naar de temperatuur van de belangrijke chip, de main chip, dat is die onder de heatsink zit. Dan blijkt dus ook dat bij de tweede variant, met de ventilatoren aan de buitenzijde en de standaard heatsink, dat die de laagste temperatuur heeft, 45 graden Celsius. We zien zelfs bij de laatste variant met de puntjes op de heatsink dat die op 89 graden Celsius uitkomt. Dus dat is wel erg groot verschil. Hier zien we verder nog een overzicht met andere plekken in mijn computerbehuizing, hoe de temperatuur zich daar ontwikkelen. Ook hier duidelijk te zien dat de eerste variant het minst goede temperatuurverhouding oplevert. En zo hebben we dus weer kunnen zien hoe we de resultaten op een goede en snelle manier kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de keuzes. Zoals ik al zei, we kunnen inzicht krijgen in de hete zones, kunnen we duidelijk zien in de doorsnedeplots. We kunnen ook in dit geval de invloed zien van de fans. Laat ik ze aan de binnenkant of aan de buitenkant, of wil ik misschien 2 of 3 fans toepassen. En uiteindelijk hebben we dus met de compare functionaliteit de verschillende ontwerpkeuzes snel naast elkaar gelegd en daaruit de beste optie kunnen kiezen. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze presentatie. Nog even kort een samenvatting met de belangrijkste punten.
De SOLIDWORKS Flow Simulation haalt de complexiteit uit stromingsleer. Ik hoop dat al duidelijk is geworden in mijn presentatie. We hebben gezien de integratie van Flow Simulation binnen SOLIDWORKS. Het gemak waarmee ik mijn randvoorwaarden op mijn 3D-model definieer. En uiteindelijk ook het gemak waarmee ik de resultaten kan analyseren. Snelle en eenvoudige vloeistof- en gasstroming simuleren. Eigenlijk een beetje ook overlappend met het eerste punt. Hè. Ik kan heel snel alles definiëren in mijn model. Maar ook zeker de rekenmodule is erg krachtig. En ik heb het niet laten zien, maar ik kan tijdens de berekening ook real-time mijn resultaten bijhouden. Om te kunnen zien hoe het zich ontwikkelt. Derde punt is het analyseren van stroming, warmteoverdracht en krachten. Dus het is niet zo dat Flow Simulation alleen maar bedoeld is voor het analyseren van een stromingje. Nee, je kan ook temperatuuroverdracht daarin betrekken. En ik heb zelfs de mogelijkheid om bijvoorbeeld een stroming tegen een bord te kunnen laten aanwaaien. En dat ik dan ook de kracht op het bord kan analyseren die de wind daarop laat plaatsvinden. En uiteindelijk als laatste het versnellen van productontwikkeling. Hè. Dat is eigenlijk waar alle tools van SOLIDWORKS natuurlijk voor geschikt zijn. Maar zeker hier met gebruik van de compare functionaliteit hebben we kunnen zien hoe snel en hoe makkelijk ik verschillende productvarianten naast elkaar kan leggen en daar de beste uit kan kiezen. Goed, dan wil ik u bij deze bedanken voor uw aandacht en wellicht tot ziens.